U hebt vanochtend gesproken met de Italiaanse premier. Hoe was de sfeer van dat gesprek? Nou, de sfeer op zichzelf is beleefd, maar ook duidelijk. Hij heeft uitvoerig alle hervormingen toegelicht in Italië die op zichzelf goed zijn. Maar er blijft natuurlijk een heel groot probleem op de zeven liggen. En dat is dat Italië het tekort op de begroting laat oplopen waar het juist omlaag zou moeten. En dat is ja, potentieel schadelijk voor Italië, maar ook voor heel Europa. Nou, kan Europa Italië dwingen om een andere begroting te maken? We hebben afspraken binnen de eurozone over. Waar we ons aan moeten houden. Het is nu aan de commissie om die regels toe te passen. Daar zitten ook dwangmiddelen bij. Maar ja, dat zijn stappen die de commissie nu moet zetten. Uh, dus de, de, ik ben nog niet aan zet. Het is de commissie die aan zet is. Uh, maar goed, hij vroeg zelf, de Italiaanse collega, om zo'n gesprek vanmorgen. En dan ben ik natuurlijk bereid om dat te voeren. Bent u voorstander dat de Europese Commissie ook echt ingrijpt nu? Nou, ik ben voorstander dat de Commissie de stappen, stap voor stap nu het proces ingaat. En uh, ik moet zeggen, de uitingen tot zover van de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, zijn stevig. En dat bevalt mij, omdat ik ook echt denk dat de Commissie nu uh, het stabiliteits- en groeipak moet handhaven in de richting van Italië. Je hoort heel veel politici, heel veel leiders die zich zorgen maken over Italië. Moeten mensen zich zorgen maken voor een nieuwe crisis? Nee, daar hebben de mensen de politici voor ingehuurd. Dus laat ons daar nou zorgen over maken en de actie opnemen. En we melden ons als ook andere mensen zorgen moeten gaan maken, maar dat is nu niet aan de orde.